Wat is dit leuk? Hey baby, willen jullie verstoppertje spelen? Willen jullie samen spelen? Wat jammer. Volgens mij willen ze niet met je spelen. Laat Walter zijn nieuwe boemerang zien, Carl. Laten we even stoppen met spelen. Iemand heeft supertruc nodig. Hey baby's, hebben jullie je vriend ergens gezien? Nee, dat is niet zo goed. Ik hoop dat hij niet verdwaald is. Supertruc, laten we dit onderzoeken. Oh nee, wat gaat er gebeuren? Oef, dat scheelde niets. Kijk, supertruc, wat is dat? Er achteraan. Oh nee, de baby heeft de snelheid verhoogd. Baby's zijn in gevaar. Snel, supertruc. Gebruik de ST-3000 om ze te redden. Goed gedaan, supertruc. Kijk, daar is hij. Waarom heb je dit allemaal gedaan, baby? De andere baby's gingen liever plezier maken met attracties, liever dan spelen met jou? Het is oké, maar je moet je excuus aanbieden aan de andere baby's, omdat je ze in gevaar hebt gebracht. Goed gedaan, supertruc. Je hebt het raadsel opgelost en de dag gered. Tot de volgende keer. Een sloopwedstrijd. Veel plezier. Jullie zijn heel goed in muren omgooien. Iemand heeft je nodig, Carl. Ga maar naar huis. Het zijn Karen en Ben bij de boerderij. Ze kijken bezorgd. Kijk, Mino. Wat was dat? Is dat een T-Rex-boot? Ze hebben je hulp nodig. Snel, laten we gaan. Haha.
Supertruc is er voor hulp, jongens. Er is geen reden voor paniek. Waar is de T-Rex nu? Is hij in het doolhof gegaan? Wow, daar is hij! Supertruc, wat moet je nu doen? Ga je transformeren? Perfect, je kunt dit, Supertruc. Laat maar zien wie de baas is. Een superveertruc. Dat is een goed idee. Achter hem aan, Supertruc. Waar is hij nu? Kijk uit! Phew, dat was spannend. Ben, Karin, Supertruc probeert te zeggen dat de T-Rex maar speelgoed was. Het goede nieuws is dat hij bijna uit het doolhof is. Het slechte nieuws is dat hij vaart maakt, maar een beetje gek wordt. Oh-oh, wat is er, Karin? Oh nee, er ligt een kleintje in de tuin te slapen. Hij gaat achter het kleintje aan. Het is gelukt, Superveertruc. Bedankt voor het redden van de dag, Supertruc. Autostad is blij deze medaille aan je uit te reiken voor alles wat je hebt gedaan. En Karin heeft een picknicklunch gemaakt, zonder de dinosaurus. Geniet van je lunch. Hoi Carl. Hoi Karin. Laat je Carl je nieuwe fruitcocktail proeven, Karin. Ja, hey. Wauw, volgens mij vindt hij het lekker. Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Ga maar snel naar huis. Het is Janice. Ze kijkt verschrikt. Waar kijkt ze naar? Er is iets mis met het reuzenrad. Hij beweegt en Janice staat eronder. Er zitten ook auto's in het reuzenrad. Als hij valt, valt hij op Janice. Je moet ze onmiddellijk helpen, Carl. Snel! Er zijn zoveel auto's hier. Je kan bijna niet over de auto's heen kijken. Daar is Janice. Je moet bij haar komen, Supertruc. Gebruik je supertoeter. Uit de weg. Dit is een spoedgeval. Ze is verstijfd van de angst. Als je ons hoort, Janice, Supertruc is hier om je te redden. Oh nee, de fundering beweegt. Je moet iets doen, Supertruc.
Je bent een super bokshandschoen. Dat is ongelofelijk. Snel, het reuzenrad beweegt weer. Duwen, super bokshandschoen. Je kunt het. Phew, het is gelukt. Janice, gelukkig ben je in orde. Wat is er, super bokshandschoen? Oh nee, het publiek is in paniek. Je moet ze kalmeren, anders komt het reuzenrad weer van zijn fundering. Super bokshandschoen heeft je hulp nodig om iedereen te kalmeren, Janice. Goed gedaan, je hebt de aandacht. Iedereen, stop! De fundering moet worden gemaakt. Gebruik je ST-3000. Snel, het reuzenrad beweegt. Het is gemaakt. Iedereen is dankbaar, superbokshandschoen. Goed gedaan, supertruc. Nu kan je het vieren met een welverdiende fruitcocktail. Je vindt de sap echt lekker, of niet? Proost! Hoi Carl en Massimo. Wat een mooie dag om te strandvoetballen. Het gaat er serieus aan toe. Iemand heeft je hulp nodig, Carl. Ga maar snel kijken. Rocky en kleine Rocky zijn bij het vliegveld. Ze kijken verschrikt. Waar kijken ze naar? Oh nee, het is Babs. Ze wordt weggesleept door al die ballonnen. Ze stijgt hoger en hoger. Wat als ze naar de toren vliegt? Ze heeft hulp nodig, Carl. Supertruc is er voor hulp, jongens. Daar is Babs. Heeft ze een astronautenpak aan? Heb jij haar geholpen om naar de maan te vliegen? Met ballonnen? Wacht, de antenne valt. Maar Babs vliegt nog steeds weg. Rocky, beweeg. Oh nee, hij is verstijfd. Ga je transformeren? Perfect. Snel! Een super grijptruc. Denk je dat je hem kan vangen? Huh? Rocky, het is te gevaarlijk. Stop! Oh nee! Supertruc, ongelofelijk!
Haha, laten we de kleintjes naar beneden halen. Maar hoe? De laser? Supertruc, is dat niet een beetje gevaarlijk? Nou, het is een knallende gebeurtenis, maar het werkt. En weer een dag gered, Supertruc. Neem je Babs mee naar de uitkijk, zodat ze naar de lucht kan kijken en zich in de ruimte kan wanen. Dat is heel erg aardig. Dr. Zig, wat ben je deze keer weer van plan te doen? Hallo Mathilda, geniet je van je pauze? Is dat Supertruc? Supertruc, er is een robotdief in de stad. En hij lijkt precies op jou. Daar is hij. Oh nee, Mathilda denkt dat jij de dief bent. Je staat onder arrest. Mathilda, Supertruc is onschuldig. Ben je van plan om weer problemen te maken? Supertruc, je moet de robot stoppen en je onschuld bewijzen. Een laserstraal? Dit moet je helpen de deur van de cel te openen. De held is weer vrij. Tijd om de slechtrikken te stoppen. Tijd om de slechtrikken te stoppen. Mathilda, je moet de ijsjesdief stoppen. Daar is hij. Oh nee, de robot gaat ontsnappen. En Mathilda komt achter jou aan. Mathilda's sirene zorgt ervoor dat de auto's voor haar aan de kant gaan. Het werkt. De auto's gaan aan de kant. Hou vol, Supertruc. Je staat op het punt om de slechte robot te vangen. Je kan nergens meer heen. Ik hoop dat hij kan zwemmen. Mathilda, Supertruc probeert de echte dief te pakken te krijgen. Ik denk niet dat Mathilda gelooft dat je onschuldig bent. Supertruc zal een manier vinden om jou te stoppen. Reken er maar op, Dr. Zig. Is alles in orde, robot? Supertruc, aan de verkeerde kant van de tralies. Dr. Zig helpt Supertruc? Dat is vreemd. Heb je een spook gezien? De robot probeert Dr. Zig iets aan te doen. De robot kan jou daar niet te pakken krijgen. Je moet de slechte robotknop zien uit te zetten. Laten we de robot repareren. Je hebt nog steeds een dief te pakken. Ja, Mathilda, er zijn twee supertrucs. En je hebt de verkeerde gearresteerd. Je kunt niet voor altijd blijven vluchten. Niet zo snel. En Supertruc zal je niet laten gaan. Je zit gevangen. Nu niet meer stout zijn. Ga je ergens naartoe, Dr. Zig?
Je hebt nog steeds een lesje te leren. Het geniet duidelijk van zijn werk. Moet je hem zien? Wat was dat, Gerrit? Hoorde je dat geluid? Oh jeetje! Gerrit, snel! Verstop je! Het is een spook! Oh nee, hij heeft je gezien! We moeten hulp halen! Blijf hier, Gerrit. Ik haal Superdruk voor je. Hoi, Carl. Er is een spoedgeval. Er zit een spook achter Gerrit de vuilniswagen aan. Wil je hem alsjeblieft helpen? Hij is bang. Aha. Dat spook is heel snel. Je moet sneller zijn om het spook te vangen, Carl. Wow. Waarin ga je transformeren, Carl? Een super raceauto. Vet! Kijk, Supertruc. Het spook probeert weg te zweven. Snel, ga achter hem aan. Ziezo, meneer Spook. Je kunt nu nergens meer heen. Er is iets raars aan dat spook. Volgens mij zit er een auto onder deze deken verstopt. Nou, Supertruc. Volgens mij kan je nu eindelijk ontdekken wie zich als een spook had vermomd. Aha, ik wist wel dat het geen echt spook was. Waarom deed je dat, Jerry? Was je aan het oefenen voor Halloween? Aha, hoe dan ook, Gerrit vond dat niet zo leuk. Hij dacht dat je een echt spook was. Maar het is goed nu. Het mysterie van het spook is opgelost en Gerrit is veilig. Dat is aardig van je, Jerry. Je bent een echte vriend. Supertruc, wat doe je? Supertruc, jij grapjas. Doeg allemaal.
een fijne Halloween. Bye. Hoi jongens, wat zijn jullie van plan? Ah, oké. Okay. Deze trampoline is voor de kleintjes, maar jullie weten niet waar ze zijn. Zo te zien vind je het leuk om te springen, Carl. Oh, volgens mij moet je weer terug naar de basis, Carl. Doeg, Amber. Veel plezier met de race. Wow. Ja. Dit is de wedstrijd. Oh, Carl. De deelnemers rijden recht op de berg met hooi af. Je moet iets verzinnen om ze te verwijderen. En heel snel. Walter, je zult de hooibalen niet in één keer kunnen verplaatsen. Supertruc is al onderweg. Supertruc, waarin ga je transformeren? Oh, goed idee. Nu kan je de hooibalen verplaatsen, Supertruc. Oh jee. Kleintjes, wat doen jullie daar? Hebben jullie de hooibalen op de weg geduwd? Supertruc heeft gelijk. Het is veiliger om naar jullie eigen wedstrijd te gaan. Zijn de deelnemers er bijna? Je hebt gelijk. We hebben nog maar een paar minuten. Wat ga je doen, Supertruc? Oh, wauw! Super turboblazers! Dit gaat zeker helpen. Moet je hem zien, Walter? Daar komen ze! Snel! De weg is weer veilig. Wauw, ze zijn echt heel snel. Gefeliciteerd deelnemers, jullie waren geweldig. En jij ook, Supertruc.
Je hebt de dag gered. Geniet van de wedstrijd allemaal. Tot de volgende keer. Oh nee, dat ging niet goed. Slechte landing gehad, Rocky. Kijk eens aan, Rocky. Dokter Supertruc staat klaar voor hulp. Iemand heeft je hulp nodig, Supertruc. Laten we gaan. Het is een belangrijke missie, Supertruc. Het grote T-Rex-standbeeld kan elk moment vallen. En Chad heeft het zwembad beschadigd en nu spoelen alle ballen weg. Je moet daar snel naartoe gaan om de kleintjes te beschermen. Ja, het gevaar lijkt te zijn geweken. Maar het zwembad is leeg en de kleintjes kunnen niet meer spelen. Oh nee, hij valt! Kom op, Supertruc, harder duwen! Ja, je moet in een sterk voertuig transformeren. Ja, je bent sterke Supertruc. Gelukkig viel je niet op de kleintjes. Oké, de ballen zitten weer in de bak. Nu kan je de bak repareren. Hoe ga je dat doen? Met de ST-3000? Goed gedaan, Supertruc. Wil je de dinosaurus ook optillen? Wauw, wat een kracht. Goed gedaan, Supertruc. Veel plezier allemaal. Tot de volgende keer.